Ik hoop deze keer dat mijn microfoon het wel doet. Want anders moeten jullie even overleven met deze audio van mijn Canon G7X. Ik zie er niet uit, maar fuck dat, mate. Lang, lang geleden heb ik een YouTuber ontdekt. Ik heb een YouTuber ontdekt via een vriend van mij. En die YouTuber die ik keek, die heb ik ook ontdekt door een vriend. Oké, nee, we gaan het niet moeilijk maken, maar ik heb vandaag twee pakketjes. Ik weet wat erin zit, maar jullie weten het niet. We hebben hier een pakketje en we hebben hier een pakketje van Coolblue. En een pakketje van Funfiber. Dus voor de mensen die Into echt heel veel van YouTube kennen, die weten waarschijnlijk wat Funfiber is. En hebben misschien een enig ideetje wat het zou kunnen zijn. Ja, voor de mensen van Coolblue, ja, die weten dat ook. Maar we gaan beginnen met het pakketje van Coolblue. Want dan kan ik misschien de microfoon... Ik heb het al verklapt. Oh nee, Jason! Jason! Waarom heb je het verklapt? Nu weten we het al! Voor de mensen die het nog steeds niet zouden weten wat erin zou zitten, lekker pech hebben. Maar ik ga het nu open doen. Ik ga wel een beetje mijn adres bedekken. Hier zit hij dan. Ja! Nee! Ja! Yes, het is inderdaad een andere microfoontje. Yes! Het is deze microfoontje. Ik hoop dat deze wel beter gaat gaan. Ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit. Maar hey, we gaan eens een keer bekijken. Kom aan, jong, wel scherp stellen, hè. Fucking ding. Het is niet mijn dag vandaag. Ah, jong, er zit hier gewoon een fucking plakkertje. Dat vind ik zo irritant. Die fucking deze kutplakkers, jong. Kom aan, jong, stel scherp. Oh, echt een miserie mee. Met dat scherp, stel scherp. Verdomme. Doe ik het nog steeds kapot. Hey, boeien, maakt niet uit. Als dat pakje niet wilt meewerken, dan is dat zijn eigen keuze. Oh, yes. Weet je, oh, deze ziet zoveel beter kwaliteit uit. Kijk. Kijk. Fuck off. Scherpstel, scherpstel. Zelfs een zakje erbij, dat had ik wel verwacht, met de USB-stick. Want deze kan ik zelfs op mijn computer aansluiten, als het goed is, hè. Kijk, we krijgen hier een extra USB-stick bij. Ja, hier voor geluid te horen. En dan heb ik hier nog een extra hoesje voor de microfoon. Ik ga goed opzij leggen, hier. En nu ga ik overswitchen naar de andere microfoon. In hoop dat die microfoon wel gaat werken. Ik ga even zien of dat die erin gaat passen. Ja, die past er wel in. Dus ik ga nu switchen. Ja, het is dus duidelijk een microfoon voor mijn computer. Het lukt niet op mijn gsm's, dus ja, dan is dat wel een goede aankoop voor mijn microfoon op de computer, terwijl ik eigenlijk al een microfoon heb, maar maakt niet uit, hè. We gaan naar het volgende pakketje. Hier heb ik een uitleg voor. Ik wou lang, keilang, keilang een shirtje, een sweater hebben van een bepaalde YouTuber. Ik was altijd skeer, dus ik kon nooit iets kopen. Maar nu, omdat deze YouTuber overlaatst 1 miljoen abonnees heeft bereikt, heeft hij een special sweater laten maken. Eindelijk is aangekomen. Hier is hij dan, de enige echte... Echte sweater. Ik ga nog niet zeggen van welke YouTuber, want dan mogen jullie zelf raden. Wacht even. Test 1, 2, 3. Ik hoop dat mijn microfoon het nog doet. Ja, jullie gaan het sowieso raden als ik deze al in beeld breng. Jullie kunnen het legit aflezen. Maar hey, ik ben er kei blij mee. Een nieuwe sweater. Oké, jongens en meisjes, dit was de video. Laat in de reactie achter welke YouTuber dat jij denkt dat deze sweater van is. En dan check ik jullie bij een volgende video of zo. Ciao!